Goedemorgen. Ja, de tijd loopt. Droomleven. Heb je daar wel eens over nagedacht? Nou, ik had daar eigenlijk nog nooit over nagedacht. En dat wordt me steeds vaker gevraagd. Wat is jouw droomleven? Hoe ziet je droomleven eruit? Gisteravond zaten we in de Zoom. Nou, die gast die had zo'n energie. En hij zei, vandaag doe je eens alles anders dan hoe je het anders doet. Wij zeggen in Nederland, doe je gewoon, dan doe je al gek genoeg. Nee, doe nou eens niet gewoon en doe nou gewoon eens gek. Dus ik heb allemaal kreten opgeschreven. Ga los, staat hier met een uitroepteken. Verhoog je trilling, doe eens gek. Trek de stoute schoenen aan. Nou, hier ben ik. Maak lol. Maak er een lollige dag van vandaag. En kijk eens wat er dan gebeurt. Als je wil dat dingen veranderen, zal je dingen anders moeten doen. En nou ja, dat probeer ik dan dus ook. Met heel veel gebaren zie ik nu. Fantastisch. Nou ja, ik las van de week iets en ik vond dat een heel mooi visueel beeld kreeg ik daarbij. Je loopt en je komt bij een kruising. Of bij zo'n ei, weet je wel. En links is de weg die iedereen loopt uit geholde wegen. En je weet al waar het naartoe gaat. En weet je, dat doet iedereen. Is misschien makkelijk, maar ook wel een beetje saai. Rechts zie je een pad. Ja, waar heel veel gras op groeit. Dus daar lopen niet zoveel mensen. Maar als je verder kijkt, dan zie je kronkelende wegen. Je ziet heuvels, je ziet een bos, je ziet een veld met bloemen. Je ziet schapen, koeien, lieflijke huisjes. Hier zie je eigenlijk saai. Alles hetzelfde. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dat is deze weg. Iedereen doet hetzelfde. Iedereen 9-to-5 job. Iedereen hard werken, weinig vrije tijd. Ik vind dat niet zo'n hele leuke weg. Dus ik heb al een tijdje geleden gekozen, omdat ik ook ontzettend van natuur hou en mijn weg in mijn droomleven er zo uitziet, met wat heuvels. Tuurlijk zijn er heuvels. Er zijn altijd heuvels. Hier zijn kuilen waar je in belandt en hier zijn heuvels. Er zijn altijd heuvels in elke weg. Maar wat een uitzicht is daar. En daar is alles, zit je tegen de kont van een ander aan te kijken, omdat iedereen diezelfde weg loopt. En hier heb je vergezichten en dan sta je op zo'n heuveltje en dan voel je on top of the world. En dan zie je de koeien en de schaapjes. En ik heb een verkijker bij me natuurlijk, hè, want ik wil verkijken. Ik wil alles zien wat er te zien valt. En als ik hier kijk en ik kijk ver, zie ik alleen maar hoofden van de mensen die mij voorgaan. En dus als je iets anders wil, moet je iets anders doen. En als je wil dat dingen veranderen, dan zal je zelf ook moeten veranderen. En dan zal je binnenwereld moeten veranderen. Wat had ik nog meer opgeschreven? Als je wil dat dingen beter worden, dan zal je zelf beter moeten worden in bepaalde dingen. En dat betekent ook uit je comfortzone. Als je blijft zitten waar je zit, dan gebeurt er eigenlijk niks. En dan zeggen mensen, ja, daar heb ik geen tijd voor. Maar laten we daar nou eens even heel eerlijk naar kijken. Je hebt ook tijd om uren aan de telefoon te hangen of een spelletje te doen. Hoe heet zo'n spelletje? Farmville of zoiets. Daar hebben we ook tijd voor. En je kan die tijd ook benutten om zelf ergens beter in te worden. Hoe leuk is het om ergens beter in te worden? Ik heb hier ook allemaal boeken liggen. En al jaren lees ik over self-development, zelfontwikkeling. En steeds komen er weer nieuwe boeken op mijn pad die eigenlijk toch over hetzelfde gaan, maar toch ook weer anders zijn. En dat alleen al vind ik heel knap, dat iedereen weer iets weten schrijven wat inspirerend is en toch weer anders is dan wat je in een ander boek hebt gelezen. Maak een kort video, was ook een opdracht. Nou, daar ben ik. Wees creatief. Wat is jouw droomleven eigenlijk? Er is vast iets in jou wat jij heel goed kunt en waar je nu eigenlijk geen tijd aan besteedt. Misschien kan je wel ontzettend mooie dingen maken op de naaimachine of ben je heel handig met ja, creatieve dingen maken. Ik zie wel eens dingen voorbij komen dat mensen iets bedrukken of dat er iets wordt gezaagd of iets wordt gelast. Of weet je, er zijn zoveel creatieve mensen en zoveel creatievelingen die eigenlijk die heel mooi kunnen tekenen of die fantastisch kunnen haken. Die daar iets mee zouden willen doen, maar het eigenlijk niet durven. Wat nou als jij je droomleven wel kunt leven? Het is er al, hè? Alles is perceptie. Er zijn verschillende tijdlijnen. Van de week heb ik een quantum jump mee kunnen doen online. Kan je ook allemaal opzoeken. Het is allemaal op YouTube. Alle informatie. Er is zoveel informatie. En dan kan je op een andere tijdlijn springen. De tijdlijn die jij verkiest. En elke ochtend
in die versie van jezelf stappen. In die versie die wel energie heeft, die wel ergens zin in heeft en die wel ergens tijd voor maakt. Want vorige week heb ik ook een filmpje gemaakt erover. Het is ook voor mij, voor iedereen, heel herkenbaar om te zeggen, nou, later als de kinderen groot zijn, of als ik afgeslankt ben, dan, of als ik er de tijd voor heb, of als de kinderen de deur uit zijn, of als ik vakantie heb, of ik heb het te druk, of daar heb ik geen tijd voor, of ik ben het 's avonds zat, of het zijn allemaal dingen, en die hebben we allemaal wel eens, en we zitten allemaal wel eens op deze weg in een kuil, of op deze weg in een dal. Maar pak je kont bij elkaar. Wil jij dat droomleven of niet? Nou, ik wel. En ik doe daar erg mijn best voor. En er staat hier ook, you need to have the rain to have the rainbow in your life. Tuurlijk is er regen. Tuurlijk zijn dingen moeilijk. Dat is altijd zo. Zonder moeite heb je ook niet dat overwinningsgevoel als iets wel ontzettend lukt. En zelf ben je het grootste leerproject in je eigen leven. Weet je, ik denk dat we meerdere levens leven, absoluut. Maar ik kan me van geen enkel leven iets herinneren. Dus moet ik het nu hier maken dat ik elke dag uit bed kom, dat ik denk, ja, ik ga ervoor. En dat ik elke dag iets heb om voor te gaan. En dat ik elke dag deze energie die ik nu voel, ook voel en mag delen met andere mensen. Heel veel mensen gaan door hun leven een beetje meh. Ja, nee, ik heb daar geen tijd voor. Ik heb daar geen zin in. En kom op! Het is jouw leven. Kom op! Maak je droomleven. Hè? Je bent zelf je grootste leerproject. Ga met jezelf aan de gang. Zelfontwikkeling is zo ontzettend leuk. En nou was ik daar altijd al jaren mee bezig. Maar ik word nu door deze man zo uitgedaagd. En die zooms, ja, er zit de energie die spat van het scherm. En de Zooms zijn super inspirerend. En we doen het met elkaar, hè. Als je een keer zegt, het lukt me niet. Kom op, dan grijpen ze je bij de arm. En dan gaan we weer samen. Want deze weg loop je achter elkaar. Maar deze weg, over de heuvels en door de mooie gebieden, met het prachtige uitzicht, loop je met elkaar. En dat is heel iets anders. En ik nodig jou uit om met me mee te lopen. Om eens samen te kijken, wat is jouw droomleven? En kunnen we daar wat van maken samen? Dus ik geef je de hand en je hoeft hem alleen maar aan te pakken. Een hele fijne dag. Doe eens niet normaal en doe eens lekker gek.